een van de goede spelers, maar ook de klassenleraar van deze groep. Ja, ja, wat vindt u ervan? Fantastisch getraind, hij is daar. Ja. Meneer Soetewij die zegt dat hij jullie trainer is geweest, klopt dit? Ja, ja, ja. Dus mijn trainer is daarom dat we zo goed zijn geworden. Ja, eigenlijk. Maar ga je volgend jaar spelen? Volgend jaar, ik weet dat niet. Ja, ja. Het zal deze Mechelen. Deze Mechelen? Deze Mechelen wordt het. FC deze Mechelen. Deze Mechelen. Oké, schitterend. Scheidsrechter, wat vond u ervan? Ja, het was niet. Voor hetzelfde geld dat het 6 kunnen zijn. Maar 6-2, heel goed 6-2. Gedaan. Hebt u een andere wedstrijd gezien dan? Ja, nee, maar... Ik ben Patrice, de kunstenares in dit project. En het eerste atelier heb ik aan iedereen gevraagd om alles op te schrijven. Hun hobby's, wat ze lekker van eten vinden enzovoort. En bij Willem zag ik daar staan Arduino en ik wist niet wat het was. Dus die gaat dan hier doorkomen en die wijzer die gaat gewoon altijd draaien. Hè? Ja. Met het motortje. Hè? Maar tegen de tijd in. Ja, tegen de... Waarom tegen de tijd in? Dat grappig is, Oké. Wat wij gaan doen is, wij gaan een oude klok terug nieuw maken met een Arduino. Een Arduino is eigenlijk een kleine computer, een microcontroller genaamd. Deze servomotor, daar gaan we deze koekoek op zetten. Een motortje voor de wijzers. We kunnen ook nog deze gebruiken. Het project. En hoe hebben jullie daar vorm aan gegeven? Door wiskunde te gebruiken, door te kijken van de schaal te berekenen, van dat het toch nog een beetje lijkt op de echte van buiten met de schaal. Uh-huh. En door ook met veel teamwork, anders had dat waarschijnlijk nu nog niet zo ver gestaan, dan moesten we het teamwerk. Die grote ramen aan de zijkant, dat zijn wij nu aan het maken. Uh-huh. Miss me everywhere, oh, you're gonna miss me when I'm gone.
Ja, la la la. Lucas, jij gaat een 10 al, hè, hoor. Drew.